Nou ja, het was zo'n leuk idee. Ik weet bij God niet meer wie het bedacht heeft. Maar het was zo'n idee wat opkwam. Twee keer Paradiso, twee keer 1250 man, popconcert. En dan alle liedjes zingen die je in het theater gewoon niet kan zingen. Weet je, er zijn nummers, dat kan niet. Michael Jackson nummers, dat kan er gewoon niet in theater. Angie kan niet in theater. Angie. Maar Satisfaction was bijvoorbeeld ook een nummer wat we hebben gezongen bij Sonja Barend. We hebben een waanzinnig nieuw arrangement gemaakt. Weet je, mijn band had er ook helemaal zin in. Ze zijn ook helemaal uit hun dak gegaan. I can't get no satisfaction. I can't get no reaction. Die avond was het nogal warm in Paradiso, dus er zijn mij 5 mensen flauwgevallen. Ik ben nog nooit zo trots geweest. Ja, ze flauwgevallen. Nou ja, ik was ook helemaal kapot. Ik heb er ook echt wat blessures aan overgehouden die nooit meer weg zijn gegaan. Het is heel grappig. Als je in zo'n poppodium ga je anders staan. Opeens merkte ik dat ik de hele avond zo door mijn knieën heen gezakt. Een soort Tina Turner pasjes aan het doen was. Dat je echt naar je eigen onderlijf kijkt en denkt, hallo, dat kun je helemaal niet. Maar ja, dat deed ik toch. Dus er zijn een paar spieren dood gegaan en nooit meer teruggekomen. Domme!